Monster Company, daar zijn we hier. Maar ik tref hier toevallig een goede bekende aan, Jetse Plat. In Oud-Gastel, ben je niet een beetje te vroeg, Jetse? Ja, verkenning, hè? Verkenning voor de grote wedstrijd. Ik snap het, ja. Maar er is een band die jij hebt met Hollister, het bedrijf wat hier zojuist geopend is. Ja, eigenlijk sinds 2012 wel, 2013 officieel begonnen. Doen we eigenlijk handbike clinics. Ik ben ambassadeur voor het Move Forward project. Mm-hmm. Heel veel revalidatiecentra's afgegaan, nu met handbike battles, een speciaal evenement in Oostenrijk. En eigenlijk gewoon voor de promotie van het handbike. En dat past natuurlijk wel weer goed in mijn straatje. Dus ik ben blij met Hollister en zijn ze blij met mij. Ja, het is een bijzonder bedrijf, hè? Een heel bijzonder bedrijf. Ja, nu helemaal een enorm groot bedrijfspand. Dat is natuurlijk al heel bijzonder. Ja. Maar ook met de insteek. Gewoon een super goede band met eigenlijk heel veel personeelsleden. Betrokkenheid. Gewoon echt tof. Ja, precies. En een product waar heel veel mensen natuurlijk baat bij hebben is Thomas. Natuurlijk ieder bedrijf moet geld verdienen, maar voor je gevoel zie je wel echt gewoon een hele mooie samenwerking. En ook het echt terug investeren of teruggeven van mooie dingen, waaronder dus die handbike-clinics. Ja. Jij komt hier graag naartoe voor die opening. Dan heb je even je drukke agenda voor vrijgemaakt. Ja, dit stond 1,5 jaar geleden al gepland. Dus okay. Dat is al best wel lang. Dus gelukkig stond hij daardoor nog vrij. Ja. Je moest een uitleg geven over je carrière tot dusver. Je had ook jeugdfilmpjes nodig, aandoenlijk. Ja. Doe je dit vaak? Presentaties wel, dat doe ik best vaak. Alleen dit was de allereerste keer in het Engels. En dan vind ik, mijn Engels is prima als ik gewoon met iemand praat en dat soort dingen. Maar dit is toch wel iets anders. Maar het was oké. En nu weer snel de sport in? Ik ga zo door naar Papendal. Zitten we een weekendje eigenlijk in Papendal. Zondag rijd ik een handbike wedstrijdje. Gaan zo direct weer door. Ja, Tokio is nog ver weg, maar het zit al wel in je achterhoofd, denk ik. Ja, na Ironman vorig jaar is het wel echt versierd Tokio. Ja. Dit is een iets rustiger jaar, maar er gebeurt genoeg. Ja. Maar eerst even vlammen in Oud-Gastel natuurlijk. Zeker, 23e, ik ben er klaar voor. Ja, wij ook. Dank je. Yes.